Bouw je pensioen op, dan krijg je ieder jaar een pensioenoverzicht. Alle pensioenfondsen en pensioenverzekeraars in Nederland gebruiken hetzelfde overzicht. Daarom noemen we het Uniform Pensioenoverzicht, afgekort het UPO. De kans is groot dat je bij meerdere werkgevers pensioen hebt opgebouwd. Dan ontvang je vaak meerdere UPO's. Je UPO geeft inzicht in je pensioen. Een paar bedragen zie je terug. Het bedrag dat je tot nu toe aan pensioen hebt opgebouwd. Het bedrag dat je kunt verwachten als je met pensioen gaat. Beleg je je pensioenpremies, dan zie je hier ook de waarde van je beleggingen terug. Je ziet ook terug hoeveel pensioen je in het jaar hiervoor hebt opgebouwd. We noemen dat ook wel de factor A of je pensioen aangroei. Deze heb je soms nodig bij je belastingaangifte. Je pensioen is meer dan alleen je inkomen in de toekomst. Het gaat ook over de zorg voor je eventuele partner en kinderen als jou iets overkomt. Daarom vind je in het UPO het bedrag dat je eventuele partner en kinderen ontvangen als je komt te overlijden. En lees je terug wat er is geregeld als je arbeidsongeschikt raakt. Bovenaan je pensioenoverzicht staan je persoonlijke gegevens. Daarmee berekenen we je pensioen. Loop je gegevens goed na. Klopt er iets niet, geef dit dan aan ons door. Op mijnpensioenoverzicht.nl zie je hoeveel AOW en pensioen je bij al je werkgevers hebt opgebouwd. Om inzicht te krijgen in je totale pensioen en of je later voldoende inkomen hebt om van te leven, is het verstandig om regelmatig je pensioen te verkennen. Bijvoorbeeld met de pensioencheck van ASR. Zo bereid jij je financieel voor op je toekomst die dichterbij kan zijn dan je denkt. Kijk voor meer informatie op asr.nl/upo.